We zijn hier in Arnhem bij de firma Plantix. En hier gebeuren hele spannende dingen. Die ook nog goed voor het milieu zijn. Geert. Jim. Ontzettend leuk dat je ons hier hebt uitgenodigd, hier in Arnhem. Waar staan wij precies? We staan hier in Arnhem op het industrieterrein Kleefse Waard. Ja? En we zijn bij Plantix BV, waar ik werk sinds 2 jaar. Bij Plantix ontwikkelen wij een natuurlijke hars die gebruikt kan worden als bindmiddel voor natuurlijke vezels, waarmee we allerlei composietmaterialen kunnen maken. Denk onder andere de zitting waar wij hier op zitten. Dit hebben jullie hier gemaakt? Dit hebben wij hier gemaakt. En dit is helemaal? Helemaal milieuvriendelijk. Dat is te danken aan die hars, hè? Ja. Wij hebben ons echt voorbereid. Dit is onze hars en dit is eigenlijk de grondstoffen komen uit natuurlijke bronnen. Dus in plaats van aardolie, hernieuwbare natuurlijke bronnen. En dit hebben wij met ons proces, kunnen we dit maken naar een hars, wat we maken als bindmiddel. Ons plaatmateriaal kunnen we eigenlijk maken vanuit standaard natuurvezels. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld gewoon snippers vanuit biomassa. Okay. Deze kunnen wij eigenlijk mengen met onze hars, ja? In een vorm zetten. En dan kunnen wij vlak plaatmateriaal maken, zoals deze kast. Wat je eigenlijk hier ook kunt zien, we kunnen papier beschermen met een coating, waardoor we eigenlijk bloempotjes niet meer plastic hoeven te maken. Plastic, dat zit een beetje in de hoek waar de klappen vallen, toch? Eigenlijk wel, ja. Ja. Oceanen, eilanden, soep, bouillon, ja. Overal waar je plastic. Ja. En men wil dit, hè? Ja, exact. Waarom is dat duurzaamheid? Waarom is dat zo ontzettend belangrijk? Poeh. ja, dat is natuurlijk... gewoon heel erg persoonlijk ook. Vanuit mijn eigen motivatie komt ervan dat ik als jong jongetje eigenlijk al heel graag in de natuur was. Daar ook heel veel milieuverontreiniging gezien heb, tegenkomt. En eigenlijk altijd een heel sterk gevoel heb gehad van dit is niet goed, dit is niet eerlijk, dit doen wij, dit kan anders. Ik denk dat de echt volledige transitie naar de duurzaamheid en vooral de circulaire economie en materiaalontwikkeling, dat extreem belangrijk is. En dat is ook voor mensen ook een ongelooflijk mindset verandering. Dat we niet meer alleen maar nemen. Maar ook teruggeven voor de volgende generaties overhouden en vooral ook duurzamere keuzes maken. En dat is een hele grote uitdaging. Wij werken samen met allerlei onderzoekers op elk niveau. Dus we kijken ook, binnen Plantix pakken wij ook de hele stroom aan. Hè, van productontwikkeling, de chemie, tot aan procesontwikkeling, proefproductie, et cetera. En wij werken heel veel samen omdat wij altijd heel veel studenten hebben. En ook uiteraard, de studenten worden uiteraard op een gegeven moment ook een keertje medewerkers als ze goed zijn. Ja. Dat hopen we natuurlijk altijd. Wat heel erg mooi is hier, we zitten heel erg dicht op de productie. We zijn een heel klein team, waardoor je eigenlijk als student krijg je de hele keten van een bedrijf mee. Geert, jouw roots liggen in Utrecht, Instituut voor Life Science. Ja. Hogeschool Utrecht. Hogeschool Utrecht. Kan je me eens bij de hand nemen? Wat heb je daarna geleerd? Wat je nu misschien nog een beetje in die praktijk af en toe... Ja, één keer per week. Ja, één keer per maand. Ja. Ja. Nee, absoluut. Wat ik zelf het allerleukste vond, is het experimenteren. Dus hoe pak je een onderzoek aan? Hoe verander je moleculen? Wat doe je eraan? Hoe kan je dat doen? Hoe leer je dat? Hoe analyseer je het? Hoe haal je het uit elkaar? Hoe opwerking? En dat soort dingen. En dat vind ik gewoon fantastisch, om echt te sleutelen als moleculaire toolbox. En dat is daar eigenlijk de basis geweest. En is uiteraard verder ontwikkeld in de carrière, maar dat is allemaal daar begonnen. Ik heb ooit eens Ben Veringa, onze Nobelprijswinnaar, ja. En die zei, Jim, je mag me 's nachts wakker maken voor een mooi molecuul. Ja. Mag ik jou 's nachts wakker maken? Zeker. Ja. Leg eens uit, wat is er zo mooi aan het molecuul, aan een molecuul? Ja, nou, het is, ik denk dat het ook door opleiding komt, maar dat je echt heel erg leert denken in moleculen. Dus je kijkt naar een omgeving en je ziet, dit is een molecuul, dat bestaat daaruit. En wat ik zelf echt heel erg tof vind, is als er een slimme innovatie is, of een slimmigheidje of iets gedaan is waardoor in één keer een transformatie van een bepaald molecuul gemaakt kan worden. En daarmee een heel proces gewoon überhaupt te realiseren of te verbeteren. En zulke slimmigheidje, daar geniet ik echt enorm van.